vandaag bij de picklocatie in Woerden en ik ben op bezoek bij Inge van Nimwegen. Zij is Physician Assistant en vorige week is zij begonnen op deze picklocatie. En ik ga er vandaag wat vragen over stellen. Nou Inge, hoe ben je op het idee gekomen om te solliciteren? Nou, ik heb de afgelopen maanden tijdelijk waargenomen als PA. Ik werk namelijk ook nog in de jeugdzorg en daar heb ik een hele flexibele baan in een eigen bedrijf. En ik dacht, nou, ik heb nog wel wat uren over. We willen graag allemaal de coronacrisis achter ons laten. Dus ik dacht, ik ga helpen. En hoe loopt dat nu? Wat doe je dan zoal? Nou, ik heb inmiddels training gevolgd om te vaccineren en op te trekken. En inmiddels ook de training om te triageren. Dus wat ik eigenlijk doe, ik word ingedeeld op een dienst. Je gaat of een dienst lang vaccinatie zetten, of je trekt de vaccins op. Of je staat bij de triage en bij de triage kijk je of mensen die medicatie gebruiken of een andere contra-indicatie hebben, of ze wel gevaccineerd mogen worden, of ze misschien langer afgedrukt moeten worden, of dat ze bijvoorbeeld wat langer onder toezicht in de wachtkamer moeten blijven zitten. Nou, dat klinkt heel erg interessant. En word je nu als PA ingezet op de picklocatie? Nee, eigenlijk werk ik meer in de functie van verpleegkundige. PA's zijn relatief onbekend bij de GGD. Er zijn een paar regio's die ermee werken, maar nog niet zo heel veel. Terwijl we wel heel veel kunnen betekenen in onze functie als PA. En heb je nog tips voor collega's? Ja, nou, het is sowieso superleuk om te helpen, zeg maar, in deze tijd. Het is heel leerzaam, het is ontzettend, je doet ontzettend veel ervaring op, iets wat we normaal, denk ik, minder vaak doen. En ik zou zeggen, als PA's allemaal reageren, als we ons kenbaar maken, dan zien ze ook van, hey, we kunnen jullie heel goed gebruiken op functies waar nu als medisch adviseur nog heel veel ruimte is. Dankjewel. Alsjeblieft.